We zijn bij Psalm 99. En we hebben nu een aantal dagen gejuicht over God, over hoe geweldig God is. En ook deze psalm begint ook zo weer. Hè. De Heer is koning, maar, zegt hij erachter, volken beef. Hij troont op de gerubs, aarde sidder. Met andere woorden, Gods heiligheid en Gods grootheid heeft ook gevolgen. Want als wij God niet serieus nemen, dan heeft dat gevolgen voor ons leven. Als we God niet serieus nemen, Hij die zo groot en machtig en geweldig is, en we negeren Hem, of Hij komt op de laatste plaats in ons leven, of we zijn Hem gewoon ongehoorzaam en gaan maar een beetje onze gang, dan heeft dat dus consequenties. Dan raak je God ook daarin echt tot in het diepst van zijn ziel. En dat staat hier ook in deze psalm. U was voor hen een God van vergeving, staat er, als het gaat over Israël. Hè, u was voor hen een God van vergeving, maar ze luisterden niet en ze gingen maar door. En een God die hun misdaden strafte. Dus mensen zeggen vaak, ja, maar er is toch vergeving, dan is er toch geen straf meer. Nee, God straft niet op de manier van, je bent mijn kind niet meer en je komt niet meer in de hemel enzovoorts. Maar God laat wel zien dat zonden gevolgen hebben. Denk aan David en Batseba. David ontvangt vergeving, maar het kindje wat uit hun relatie wordt geboren sterft. Het heeft consequenties. Ook vergeven zonden werken nog wel soms door. En daarom volken... Neem God serieus.